Het aantal meldingen over huiselijk geweld neemt tijdens de coronacrisis niet toe. Judith Kuipers van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant maakt zich zorgen, omdat er veel minder zicht op is. We zien wel dat politie, hulpverleners veel moeilijker achter de voordeur komen. Dus vorige week gaf politie ook aan van we krijgen daadwerkelijk ook minder signalen. Dus door de corona hebben we de indruk dat alles echt daadwerkelijk veel meer achter de voordeur plaatsvindt. Dus dat de signalen ook moeilijker naar buiten komen. Om te zorgen dat die signalen toch meer naar buiten komen, roept Kuipers op om het wel te melden als er iets opvalt. Bijvoorbeeld als er bij de buren veel wordt geschreeuwd. Ik snap ook dat dat heel moeilijk is, hè? Omdat mensen toch vaak de indruk hebben, ja, maar als ik nu ga bellen, want ik hoor van alles bij mijn buren, dan ben ik de boosdoener, zeg maar. Of degene die uiteindelijk misschien een melding gaat maken. Maar ik wil mensen vooral echt op het hart drukken dat wij er echt zijn om te blijven ondersteunen in deze situaties. Omdat het gewoon ontzettend moeilijk is voor heel veel gezinnen. Volgens Kuipers moet de lastigste tijd nog komen. En ik kan me ook nog voorstellen dat de eerste 2-3 weken, nou, die zijn nog misschien wel te overzien. En in het begin is het nog een beetje leuk en spannend wat er allemaal gebeurt. Maar dat gaat er op een gegeven moment echt wel van af. Ja. Dus ik hoop echt dat dat ook maakt dat mensen wat eerder of hun omgeving wat eerder aan de bel gaat trekken. En ik verwacht ook, omdat nu toch wel de situatie langer duurt, dat onze samenwerkingspartners nu ook wat actiever, zeg maar, lijntjes gaan leggen naar de gezinnen waar wat meer zorgen over zijn. De wijkteams van de gemeente zijn een van de organisaties die wel achter de voordeur komen bij mensen thuis. Vertelt wethouder Renate Richters. Eindhoven doet heel veel, ook nu digitaal en telefonisch. Maar ze zijn gewoon bereikbaar. Dus mensen met vragen of een ondersteuningsvraag, die kunnen gewoon bellen. En daarnaast, op het moment dat er vermoedens zijn dat er iets speelt wat veiligheid betreft, dan gaan zij daar gewoon naartoe.